Deze nieuwsuitzending die gaat wederom over vader Malachi Martin. Een man waar ik op ben gestuit vanwege mijn conspiracy-theorie-onderzoek. In de vorige uitzending heb ik de eerste 10 minuten van een interview met hem besproken en verteld hoe hij liegt. Want dat doen die katholieken. En niet zo'n klein beetje ook. En ze liegen op alle fronten. En hij is natuurlijk heel erg politiek correct. Dus je moet goed naar hem luisteren om die leugens te kunnen zien. En voor degenen die dat leuk vinden, waarom liegt de katholieke kerk? Nou, voor die mensen is deze uitzending. Er zijn ook mensen die denken, hoe komt het toch dat de samenleving zo ontwricht is? Nou, dat komt door de katholieke kerk. Dat komt door die leugens. We gaan weer een stukje luisteren waar we vorige keer gebleven zijn. Op 9 minuut 48. Of human affairs. And therefore there's no reconciliation. Now John Paul II, over the time, he has modified his dealings with the New World Order. And because the New World Order has progressed considerably since 1990. Sorry? De nieuwe wereldorde is aanmerkelijk versterkt sinds 1990. Bedoelt hij hiermee die toespraak van George Herbert Walker Bush? Met zijn fameuze zin, Now I can see a new world order coming. Hij is een George Bush aanhanger. Hij zei eigenlijk van, over Auschwitz moet je niet moeilijk doen, want het was alleen maar goede bedoelingen. He has modified, it's now almost 6 years, he's modified his attitude and his policy towards it. Oké, nu weten we ook. 6 years, dus 1996 was het interview. But it still remains irreconcilable. Is it all anti-Christian? Not much anti-Christian, it abstracts from Christ's salvation, it abstracts from heaven. It abstracts from morality based on revelation. For instance, you take the European Union, which is a linchpin in the New World Order. The European Union. De Europese Unie werd kort geleden aangevoerd door een door ons niet verkozen mens. En die heette Erik van Rompuy. En die kwam uit België. En wie was Erik van Rompuy qua organisatie? De Jezuïeten. Van hemzelf. Dus hij zeurt over de Europese Unie. Terwijl ze de Europese Unie... Ja, ik kan geen premier worden van de Europese Unie. Maar zij wel. En dan zeggen ze... Ja, het is de nieuwe wereldorde hoor. Nee, het zijn zij. Dat is die oude katholieke kerk. Want de katholieke kerk, dat is heel eenvoudig. Je gaat gewoon iedereen de baas lopen spelen. Je verkracht wat vrouwen, je verkracht wat kinderen, je maakt de gezinnen kapot. Iedereen dakloos, thuisloos, geen eten meer. En dan komen we allemaal naar de kerk. Alle schaapjes komen dan binnen. Van die organisatie is hij. Nou, lekker. Even kijken wat hij nog meer te vertellen heeft. Is going to be finally a monetary and financial unit. However they achieve it by 2002. Now, but there are laws there that are totally irreconcilable with Christianity as well as Catholicism. And they're imposed on all members. Daar zei hij iets heel moois. Christianity as well as Catholicism. Zo moet je goed naar ze luisteren. Deze mensen zijn taalkundig. Ze weten precies wat ze zeggen. Aan de andere kant, als je goed naar ze luistert, hoor je hun eigen leugen. Want hij zegt, christendom zowel als katholicisme. Dus
Dus is het christendom, naar zijn mening, iets anders dan katholicisme. Nou, dat zou ik ook zeggen. Christenen neuken hun eigen kinderen niet. En doe je dat wel, dan ben je geen christen. Of je gaat berouw tonen. En dat doe je maar lekker zelf. Dan ga je maar lekker janken in je eigen achterkamer. In gesprek met Christus Jezus. En je blijft voortaan met je tengels van de kleine kinderen af. Binnen het katholicisme ligt dat veel makkelijker. En dan neuk je gewoon een kind. En die ouders komen klagen. En dan komt er een prelaat komt langs. Of weet dat in die organisatie. En dan zeg je, ja, dat was een keertje. Maar dat was ook een heel geil mannetje hoor. Hij zat me gewoon op te geilen. Kon er niks aan doen. Ja, een christen is gewoon af. Natuurlijk mag je recreatieve seks hebben binnen het christendom. Dat is verder geen probleem. Maar dat doe je wel met mensen van gelijke waarde. En niet vanuit een machtspositie. Verkrachting, dat kan niet. Het is zelfs al, als je partner geen zin hebt in seks en je dwingt het toch af, ja, het is op de grenzen. Maar met een klein kind, vanuit jouw machtspositie als priester, als ouderling, als verantwoordelijke, erg is dat. Dat kan je niet jezelf vergeven. Dat moet je vergeven worden door het accepteren dat Christus Jezus voor al onze, voor alle mensen, gestorven is aan het kruis voor jouw zonde. Dat is een gedachte die moet je eens uitproberen. Ja, niet als je bent zoals mijn dochter. Want die heeft in mijn ogen nog nooit iets fouts gedaan. En ik heb allemaal spionnen, ja, niet dat ik die betaal of zo, maar allerlei mensen die weer vertellen van, nou, ik heb er weer zien lopen en dit en dat. Maar nooit iets fouts. Alleen maar positieve berichten. Misschien dat mijn dochter kan zingen, zoals Patti Smith, die Amerikaanse dichter. Die zong, het nummer heet Gloria. En ze zong, Jezus is gestorven voor iemand zijn zonden, maar niet voor die van mij. Nou, mijn dochter zou dat denk ik kunnen zeggen, want echt zondig, ja, is er niet geweest. We luisteren weer even verder naar deze zondaar die dood is. People would say, I'm, you know, listening to the program even, there's non-Christians and Christians listening to the program. Sure. Some people would say, well, what, you know, what is the nut here? What, you know, what makes the Christian perspective on this thing the accurate spin? Well, wacht eventjes, want degene die hij interviewt, die maakt de onderscheid tussen christendom en katholicisme, waarbinnen er toe is gestaan dat je af en toe een klein kind pakt, als die kerk maar gewoon vol blijft stromen en iedereen de collecte een beetje betaalt. Of een aflaat, of nou, het maakt niet uit. Als er iemand doodgaat, moet je al je bezittingen afstaan aan de katholieke kerk. Het is zo makkelijk, hè, hoe die mensen denken. Gewoon, ja, je moet gewoon als organisatie, je is allemaal land, en je moet al dat land inpikken, en je moet de baas zijn van die koningen, en al dat geld, het gebruik je voor soldaten, en als zo'n koning niet naar je luistert, dan stuur je je soldaten op hem af. Betaald door de koningen die wel naar je luisteren. Want daar krijg je dan belasting van. Kan jij je soldaten van betalen? Kan je die laatste koning die niet naar je wilde luisteren eventjes afstraffen? Dat heette op zijn Amerikaanse zijn werkwoord. To JFK. I JFK. You JFK. He JFK's. We JFK. Them JFK. And he is JFK. Hij is John F. Kennedy. Lekker, dan komt u vast met nog meer smerige opmerkingen. That depends on faith and belief. Actually,
I can answer that in an indirect way, Michael, in the following way. There is no organization. I'm talking about organization as such. There is no organization parallel to the Roman Catholic Church. It has... Ja, daar heeft hij gelijk in. Er is geen enkele organisatie die op gelijke schouderhoogte staat, op gelijke hoogte staat, als de katholieke kerk. Dat klopt. Het is de allermachtigste, ja. 1 billion, almost 1 billion nominal members. 1 miljard nominale leden. Waarmee hij bedoelt, we hebben 1 miljard levende mensen waarvan opgetekend is dat ze katholiek zijn. En dat die 1 miljard, zei ik miljoen? Nou, 1 miljard mensen het in principe goed vinden dat als een priester zich vergrijpt aan een klein kind, dan is dat een zonde en dat regelt de katholieke kerk zelf wel. En zo iemand gaat niet de gevangenis in. Ouders krijgen ook, die familie krijgt geen schadevergoeding. Ja, hadden ze maar niet zo'n geil kleutertje naar de kerk moeten sturen. Dat vindt 1 miljard mensen goed volgens vader, laat me niet lachen, Martin. Ja, denkt hij dat? Heeft hij echt de handtekeningen van die mensen? Laat die priesters maar hun gang gaan. Nou, natuurlijk joh, maakt niet uit. Spread over the entire world, literally. It has an organization, a responsible machinery in all those countries. Kijk, dat is ook waar. De katholieke kerk heeft een organisatie en een machinerie, dus ook deelorganisaties, in elk land. Nou, dan weet je ook gelijk waar al die verdwenen kinderen vandaan komen en... Hoe komt het eigenlijk? En al die kinderthuizen, al die gescheiden gezinnen, dat zijn die katholieken. True, that the practice of the faith by many people is low, but still it's there. As an... Wat? Het praktiseren van het geloof? Nou, meneer vader, laat me niet lachen, Martin. Het eerste is, ga een ware getuigenis afleggen en geen valse. Dat lijkt mij praktiserend gelovend zijn. En niet een beetje boelkrep lopen vertellen. En dan, joh, dit en dat, zo en zo. Ja, het zal me best wel goed komen, hoor. Dan gaan we verder naar hem luisteren. Organization. It is very, very well run. It has an enormous diplomatic panoply. For instance, the Pope himself has 117 ambassadors from 117 countries on Vatican Hill. Ja. Dus de paus heeft 117 ambassadeurs. De Vaticaanstad, dat is een staat, is geen, staat niet onder de autoriteit van de Verenigde Naties. Wel is het zo dat ze aanwezig mogen zijn bij elke vergadering. Dat ze erop toe kunnen zien van, ja, we willen oorlog in Syrië, want dan gaan we, ja, we gaan Israël innemen. Want dat doen ze, hè. Die katholieken willen Israël. Maar zij snappen ook wel van, dat heet de Global Chessboard. Ja, dat begrijpen ze ook wel. Dus ze moeten wel door. En dan gaan ze alleen maar toekijken bij de Verenigde Naties, wat er allemaal besproken wordt. En lekker achter de schermen, achterkamertjes overleg. En ze weten allemaal van, ja, als wij maar dit zeggen tegen de paus, ja, dan ram, dan worden ze gepakt. Katholicisme is het virus van de mensheid. Het H1N1 virus of zo. Do you think they're there just for the love of the beautiful statues? No, they're there because... There's a value and a prestige and a power. Wat hij ook zei. Dus die katholieken, die 1 miljard mensen die dus meegetekend hebben van neuk onze kinderen maar. En pak ons geld maar af en iedereen die overlijdt, elke weduwe, nou, dan komt de priester even langs. En dan wordt allemaal geld gegeven bij de dood, dat maakt er helemaal geen donder uit, die lui hebben alle tijd. Pak hem er even terug, hoor. Wat zei hij nou precies?
panoply. For instance, the Pope himself has 117 ambassadors from 117 countries on Vatican Hill. Now, do you think they're there just for the love of the beautiful statues? No, they're there because... Daar ging het om. The love of the beautiful statues. Dit gaat regelrecht in tegen het tweede gebod, waardoor de christenen die er eerder waren voordat de katholieken de boel overnamen. Want als je iets overneemt, moet er eerst een bedrijvigheid zijn. En wij christenen, wij accepteren de, het heet niet de Talmud, het heet de Torah. Het Oude Testament. En daarin staat in Exodus 20, daar staan de 10 geboden. En het tweede gebod, dat is dat je geen gesneden beeld zal maken. En daarvoor op je knieën gaat liggen. Hij beweert dus dat die beelden heel erg mooi zijn. Mooi, denk ik dan? Vind je het mooi dat je 500 miljoen van ons hebt omgelegd? En daar krijgen wij een beeld van terug? En dat blijkt dan eigenlijk gebaseerd te zijn op Apollo? Of Nimrod? Of Semeritas? Of Isis? Ja, lul me lekker door. Because there's a value and a prestige and a power in that worldwide organization that they covet. Be it to launder their money through the Vatican Bank, be it to have a neutral ground on which to discuss their affairs, as the Palestinians and the Israelis did in the past, and as we did with the Soviets in the past, and as we've done with the North Koreans, and as many people do. They also have their own... Ik stop maar even. Want hier heb ik ook wat over te vertellen. Als je het gaat hebben over de Palestijnen en de Joden. No, they're there because there's a value and a prestige and a power in that worldwide organization that they covet. Be it to launder their money through the Vatican Bank, be it to have a neutral ground on which to discuss their affairs, as the Palestinians and the Israelis did in the past. Being to have a mutual ground, as with the Israelis and the... Zijn er Israelis? Still it's there. As an organization, it is very, very well run. It has an enormous diplomatic panoply. For instance, the Pope himself has 117 ambassadors from 117 countries on Vatican Hill. Now, do you think they're there just for the love of the beautiful statues? No, they're there because there's a value and a prestige and a power in that worldwide organization that they covet. Be it to launder their money through the Vatican Bank, be it to have a neutral ground on which to discuss their affairs, as the Palestinians and the Israelis did in the past. Israelis, zei hij. Ik denk dat hij refereert aan het vredesakkoord opgetekend in 1993 in Oslo. Het heet ook wel de Oslo-akkoorden. Het Oslo-akkoord. Daarin heeft Yasser Arafat, en die was toen de leider van de Palestijnen, en Shimon Peres, die hebben de vrede getekend. Wat wij niet weten, wat ik niet wist en jullie waarschijnlijk ook niet, maar bij dat vredesakkoord zat ook een overdracht van grondgebied in. Dus er werd grondgebied afgestaan. Nou, het grondgebied wat werd afgestaan betrof 60% van de stad Jeruzalem. En degene die dat kreeg, dat was zijn organisatie. Hij blij. Want hij is zelf een sukkel die zijn Bijbel nooit gelezen heeft. CQ nooit begrepen heeft. Zich overgegeven heeft aan de domme feestjes iedere zondag met een eucharistie en dan gaan we het Jezuskoekje eten.
Ja, man. Hij stelt zelf niks voor. Maar hij denkt, ik werk voor een organisatie. En die heeft in 1993, dus toen dit interview was in 1996, hij wist, want wij hebben 60% van Jeruzalem in handen gekregen. Want we hebben die Palestijnen opgestookt tegen de Israëliërs, kregen ze oorlog. Dan kwamen wij eraan als vredestichter, als Pontifex Maximus, hebben wij lekker 60% van Jeruzalem gekregen. Pak ze opvolgers! And as we did with the Soviets in the past, and as we've done with the North Koreans, and as many people do, they also have their own, the Pope has his own representatives in 85 or 86 countries, fully fledged ambassadors. And we, the Catholic Church is an observer, an entitled observer, at the United Nations, where it has a representative, a permanent representative. Dat zei ik net, hè? De Katholieke Kerk is een toezichthouder, is een observer. Die observeert alleen maar. De Verenigde Naties. Nou, dat zou ik ook willen voorstellen. Voor Nederland, eigenlijk. Dus wij stappen uit de Verenigde Naties. En we willen alleen maar langskomen om te horen wat die mensen daar aan het bespreken zijn. Dat tekenen we allemaal op. En dat zetten we hier op het internet. Of via IJsland of zo. Een server in IJsland. Daar hebben ze toch genoeg elektriciteit vanwege al die geothermische warmte, zo heet dat. Vulkanisch gebied. En dat vind ik best. Wij als Nederland doen dat ook. Wij worden alleen maar toezichthoudend lid. Wij vallen niet onder hun jurisdictie. Dus als de Verenigde Naties tegen ons zegt, je mag niet meer roken in de kroeg. Dan zeggen wij tegen de Verenigde Naties, ja, zeg dat maar tegen België. Maar wij zijn geen lid van jullie. En als wij onszelf met een longkanker over de klif willen helpen, dan is dat onze keuze. Dan kunnen ze mooi weg. Ik zou dat ook wel willen voor Nederland. Maar ja, Nederland is gevuld met pussies. En deze vent, die durft tenminste gewoon te liegen. Die durft er keihard tegenin te gaan. Want hij gaat dan lekker voor die organisatie met een mooi pak kunnen lopen. Bah! Representative and a permanent mission, and it's also in the European Union. And so it's fully recognized as a full political entity. It is. It is a sovereign state, even though it's 110 acres of golf. Het Vaticaan is een soevereine staat, zei hij net. En hij zegt dus ook dat ze toezichthouder zijn bij de Europese Unie. Ja, daar heb ik een vraag over. Hoe kan je nou zeggen dat Erik van Rompuy toezichthouder was? Hij was de minister-president van de EU. Die lelijke kop van die kerel, want ik vind hem echt geen mooie man. Als ik met hem in de klas had gezeten, en ik ben ook niet zo mooi, maar, en ik heb een bril, had ik gelijk gedacht, wat een lelijke jongen. En dan medelijden gehad met ieder meisje wat op hem afliep. Waarschijnlijk is het toch gewoon een sodomiet die ze lul ook gewoon in een regen. Ja, laat ik me over ophouden. But golf park size, but still it is a fully recognized. It's chiefly though it's prestige. And it has a very respectable portfolio, by the way, running it at the. De Vaticaan heeft prestige. Ja, ze hebben de Vietnamoorlog veroorzaakt. Ze hebben de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Ze hebben de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt. Ze hebben de eerste 30-jarige oorlog tegen Duitsland veroorzaakt. Want de Eerste en Tweede Wereldoorlog is eigenlijk de tweede 30-jarige oorlog. Ja, dat moet ik echt prestige noem ik dat. Schande over vader, laat me niet lachen, Martin. En zijn familie. Dat zijn familie niet heeft ingegrepen. Dat is ook verdacht. Heeft die man kinderen? Ik hoop het niet. Heeft hij neefjes en nichten? Ik hoop het niet. Je zou toch niet een neef of een nicht willen zijn van zo'n viespeuk, zo'n leugenaar? Hundreds of billions of dollars invested in every sector of human life. Today.
industrial, etc. Okay, now. So it is a power, and the answer to your question is indirect, but it's an answer. Today, for instance, as regards John Paul II, there is a very strong wish on the part of many governments and many organizations and many powerful foundations, by the way, in the States and in Europe, to get John Paul II to resign. Why? Because he is not being cooperative in, say, the question of population explosion. Yeah, well. Oké, hier is er een hele mooie. Die pakt hem even terug. Kan je echt de antichristen, want hier gaat het om, hè? Mijn verjaardaguitzending over de antichrist, die kan je opzoeken. Hè? Even terugbladeren, de nieuws en blop, blop, blop. Verjaardag, hè? Nieuws, de 262, dacht ik. Dan heb ik het over de antichrist. Maar hier heb je hem in beeld. And many powerful foundations, by the way, in the States and in Europe, to get John Paul II to resign. Why? Because he is not being cooperative in, say, the question of population explosion. Wat hij zegt is dat Johannes Paulus II niet wilde meewerken aan een oplossing om de bevolkingsexplosie tegen te gaan. Logica. Daar gaat het om, hè? Het enige wat je redt, dat is logica. En christendom is logica. De laatste zullen de eerste zijn. En nog wel wat meer uitspraken. Waar deze man het natuurlijk helemaal niet over heeft. Hij zit een beetje te zeuren over politiek, want dat is het Vaticaan. En dat Mohammedanisme, dat heeft deze club, zijn club, in het leven geroepen. In het jaar 300. 350 jaar voordat de Koran eindelijk klaar was. Oh, 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 wat een mooi boek. Bevolkingsexplosie. Er is geen bevolkingsexplosie. Mijn moeder heeft 2 kinderen. Dat is 0,1 te weinig. De moeder van mijn kind had er ook 2 gekregen. Ze had er 3 kunnen krijgen. Maar toen ze de tweede liet aborteren in Den Haag, toen het echt te vervelend werd in haar buik, want het kind ging al trappelen, en ze dacht, oh nee. Bevolkingsexplosie. Waar dan? Ik zie helemaal geen bevolkingsexplosie. Noem mij een christelijke familie met 5 kinderen. Ik zou ze graag willen zien. Maar ze zijn er niet. Ik ken er toevallig 1 en die heeft er 4. 1, 2... Ja, die heeft er 4. Ja, dat is mooi. Maar dat is er eentje. En dat moet toch ook wel, want die van mij, die heeft mijn tweede kind laten chop-choppen in Den Haag. Helemaal gratis en voor niets. Ja, dan moet ook een andere vrouw zijn die zei, als dan die voormalige vrouw van Perry Winkel de kinderen laat choppen en er maar eentje in leven laat, dan mag ik er 4. Ja, natuurlijk. En hoeveel vrouwen denk jij dat ik ken die helemaal geen kinderen meer aandurven? Mijn eigen dochter bijvoorbeeld. Wat is die bevolkingsexplosie? Behalve natuurlijk dat in de zuidelijke gebieden, waar de katholieke kerk allemaal heer en meester is, ja, dan pompen ze er 6 per vrouw uit. En al die sloppenwijken, allemaal vol met kinderen met snotneuzen en vieze haren. Want dat ziet de katholieke kerk graag. Deze vader, laat me die lachen, Martin, ja, die is mooi gewassen. Ja, wat denk je, waar dat waspoeder door betaald wordt? En de moeders van die kinderen in die sloppenwijken, die er dan 5 of 6 hebben. Ja, die hebben geen geld om zo'n mooie pakje te dragen.
bevolkingsexplosie? Ik weet niet waar je het over hebt, jongen. En wat ze dan ook nog doen, dat is ook van die katholieke kerk. Dan sturen ze al die mensen naar ons toe. Van ja, in Nederland hebben ze maar 1,3 vrouwen per kind. Dus kansen mensen, kansen. Je moet die mensen gewoon daar laten. Ze hebben daar een gezondheidszorg van niks. Dus daar moet je gewoon 6 kinderen per vrouw krijgen. En dan hou je aan het einde van de rit hou je er 2,1 over. En de rest is gewoon... weg. Maar dat is hun manier van leven. Die hoef ik hier toch niet? Maar de katholieke kerk vindt van wel. De katholieke kerk denkt van ja, we sturen al die mannen naar Nederland toe en naar Duitsland toe en Denemarken en naar Zweden en naar Noorwegen. En in het noorden van Amerika wordt ook helemaal overstroomd met van die dat konijnengedrag. De meeste mensen die zeggen dat ze van de apen afstammen. Er zijn een aantal daarvan. Dat moet ik ze gelijk geven. Want dan kijk ik naar die mensen, denk ik ja. Volgens mij stam jij van de apen af. Maar er zijn ook een hele bak mensen en die stammen gewoon van de konijnen af. Die wonen al 15 jaar in Nederland en ze van de D en de DT, daar weten ze helemaal niks van. En het verschil tussen een G en een H kunnen ze niet. Ja, die Chinezen kunnen dan niet het verschil tussen de R en de L, maar... Wat moet ik met al die dombo's hier? Ik vind het niet erg dat die mensen geen Nederlands kunnen spreken. Maar de katholieke kerk kan toch ook vriendelijk aan ons vragen van... Jongens, zouden jullie alsjeblieft op onze kosten naar Somalië willen gaan... en daar iedereen Nederlands leren? Ja, dat vind ik best. Nou, ze dumpen die mensen hier en dan gaan ze vanzelf Nederlands leren. Nou, dat is mooi mislukt. Want Nederlands is heel ingewikkeld. Niet qua taal, dat zegt iedereen, dat is helemaal niet waar. Nederlands is ingewikkeld qua klank. Ja, en die mensen die niks weten, die denken van nou, ik neuk mijn pensioen wel bij elkaar. Nee, ik had moeten zeggen, ik baar mijn pensioen wel bij elkaar. Ja, ik niet. Mijn kind hoeft niet voor mij te zorgen. Ik ben zelfstandig. Ja, well, he's a thorn in the side for some of these. And therefore they want him to resign because there are candidates for Pope who would be much more conniving, much more complacent with the modern idea of limiting populations. And why do they do that? Zo hoor je dat? Er waren kandidaten... Die much more compliant, zei hij. Er waren kandidaten die wel bereid waren om de bevolkingsexplosie te begrenzen. Of de bevolking te begrenzen. Nou, dat is je vriend, hè? Wij leven op deze wereld maar met 7 miljard mensen. Ik heb een ruimte hier om te bewonen. Daar mag je... 20% van afhalen. En dan woon ik nog steeds. Martin Heidegger, die had een houten boshutje. That's it. En voor de rest heel veel bomen. Moet je ook hebben over de bomenexplosie. Is dat de volgende opdracht van de katholieke kerk? Jo, de bomenexplosie. Er groeien allemaal bomen. En dat kan niet hoor. We gaan... Ja, en dat doen ze ook. Ze maken alles kapot, man. Ze maken ons allemaal kapot omdat ze niet kunnen nadenken. En helaas vinden ze van zichzelf dat ze slimmer zijn dan wij. Ze weten alles al. En helaas is het zo dat ze net zo dom zijn als wij. Behalve ik dan. Want ik ben dom van mezelf. Because if they can get... a pope who is complacent as regards the limitation of population and as regards
the new system of education, the homogenization of education. Dat is ook een mooie. Het nieuwe, the new system of education, the homogenization of education. Daar ben ik erg op tegen. Ik wil helemaal geen nieuw systeem van onderwijs. En ik vind ook helemaal niet dat dat één grote brei moet worden. Ik vind het echt noodzakelijk dat je per kind de keuze laat of het wil basketballen, voetballen, honkballen, hinkstapsprongen, speerwerpen, kano roeien, freestyle runnen of wiskundeles. Natuurkundeles, scheikundeles. Maar alleen voor de kinderen die dat willen. En die kinderen die dat niet willen, die niet op dat, niet op die manier bezig willen zijn, maar meer met hun handen. Kinderen die willen leren om te lassen. Laat mij maar lassen. Nou, kinderen die willen leren hoe moet je vuilnis ophalen. Die moet je niet in de klas zetten met kinderen zoals ik in die tijd, die helemaal niet wil lassen en kano roeien of zo. Dat doe ik wel in mijn vrije tijd. Ik kom naar school voor onderwijs. En dan een beetje duchtig. En niet dat gewauwel wat ik al lang snap. En de katholieke kerk wil dat. De katholieke kerk wil dat onze intelligent of nieuwsgierig of wat taalkundige kinderen, dat die in de klas gaan zitten met kinderen die alleen maar taal kunnen spreken met hun vuisten. Een beetje meisjes lastig vallen op het schoolplein. En hij dus, hij gaat zich omdraaien in zijn graf. Schande over hem. Throughout the word of the world, which is the plan, as we all know, the new educational plan, if they can get a pope complacent in those new frameworks, then they have at their disposal this a worldwide institution, sure. Throughout the world. A geopolitical institution. Exactly, and which, by the way... Oh, and his editors. A worldwide institution. And toen zei the presentator, a political institution. Dus de paus met zijn fijne volgelingen, waarvan deze dan weg is, maar dat maakt niet uit, want er komen er 10 voor terug. Dat is een politieke organisatie. Ze zeggen het zelf, hè? Is a great social stabilizer. I always give people this image, Michael, and it's worth giving him a moment to explain. Supposing tomorrow morning the Catholic Church ceased to exist. No more seminaries, no more cathedrals, no more churches, no more convents, no more popes, no more bishops, no more nothing. You know what would happen to our civilization? It would collapse. Hij zegt, als je de katholieke kerk afschaft, dan heb je geen bisschoppen meer, geen kardinalen, geen kathedralen, geen basilieken, geen kerken. En dan is het wat? Wat gaat er dan gebeuren volgens hem? Even kijken waar we zitten hoor. Dan gaan we hier naartoe terug. Ja. Cease to exist. No more seminaries, no more cathedrals, no more churches, no more convents, no more popes, no more bishops, no more nothing. You know what would happen to our civilization? It would collapse. Oké, de samenleving zal dan in elkaar storten. Nou, dat denk ik ook. Denk eens aan een samenleving waarin homoseksualiteit of sodomie, want zo moet je het noemen, sodomie niet meer gepropageerd wordt. Waarin met het carnaval, dat hebben ze ook leuk verzonnen, eens per jaar in februari hier in Nederland mag iedereen wild gaan, helemaal dronken worden. En dan gebeuren natuurlijk allemaal gekke dingen. Stel je schaft het af. Dan stort de samenleving in elkaar. Waarom eigenlijk? Dus als je geen priester hebt,
die af en toe een kindje pakt, dan stort de samenleving in elkaar. Maar waarom? Wat is de onderbouwing daarvan? Of is die man alleen maar bang voor zijn eigen hakkie? Hij loopt een beetje te prediken van wij van WC Eend. Wij adviseren WC Eend. Ik denk dat het laatste is hoor. Hem maakt het niet uit. Hij heeft nooit een Bijbel begrepen. Anders had hij wel beter geweten. Maar hij heeft het intellect niet om de Bijbel te lezen. Maar hij is wel de vader, laat me niet lachen, Martin. You say that? Because it fulfills a role, a socio-cultural role, that it can't be replaced overnight. If overnight in the high. Want de katholieke kerk vervult een sociale rol en die kan niet zomaar vervangen worden. Ik dacht van wel. We jagen al die katholieken hier de deur uit en we gaan hier in Nederland gewoon lekker doen wat wij Nederlanders graag doen. Namelijk Nederlands spreken en een beetje logisch en je mond houden wanneer je niks te vertellen hebt. Een beetje goed voor je kinderen zorgen. Je leert ze de stelling van Pythagoras als ze boven de 10 zijn. Hoe te kunnen tellen tot en met 100, bij hun zesde eigenlijk. En het alfabet. Beetje Martin Toonder van Olie B. Bommel. Mooi Nederlands. En iedereen met een stomme Engels en een stomme Frans. Om dan maar te zwijgen over dat Somalisch en het Keniaans. Iedereen weg. Gewoon. Laat ons gewoon Nederlands praten hier. En elke Somaliër die zegt van nou, ik wil graag Nederlands leren. Hoe zit dat met Olie B. Bommel en Martin Toonder? Ja, die mag blijven. En wat doen we hier in Nederland? Nou, een beetje landbouw, een beetje veeteelt, vissen. Niet veganistisch, maar dat doen wij hier. We kunnen hier ook gewoon een landbouwgebeuren gaan beginnen en dan gaat iedereen veganistisch worden. Wij hebben het intellect. En dan hebben we die rare vader laat me niet lachen Martin niet voor nodig. Laat staan die huidige paus die verantwoordelijk is voor 35.000 doden in Zuid-Amerika, in Argentinië. Ga er weg, idioot. Hij beweert dus dat Nederland niet soeverein kan zijn. Er is maar één soevereine staat en dat is Vaticaanstaat. Maar ik wil soeverein zijn. Ik wil leven in een soeverein land. Ik wil me niet blauw betalen aan belasting voor bommen op Irak. En stomme ideeën om een F-16 te sturen naar Letland, want Poetin komt eraan. En dat hebben we gedaan. We hebben ook nog alle oudjes in hier hebben een stukje pensioen afgepakt. Want we laten een F-35 bouwen door Lockheed Martin. Dat is de paus. De paus houdt van bommen. En hij doet er gewoon aan mee, want dan krijgt hij lekker een jasje en dan mag hij op interview op de radio. Part of what I give you, it disappeared. There'll be a big black hole. Ja, dat lijkt me ook, ja. Dat lijkt me heerlijk. Een groot zwart gat. Dat iedereen hier in Nederland, net als met een computer, reboot. Ja, gewoon even stroom eraf. Hele scherm zwart. Alle katholieken weg. Achterna gejaagd met stokken en stenen. En ter exemplaar pakken we als eerste Jan-Peter Balkenende. En daarna Mark Rutte. En dan Sonja Barend. Weg met die mensen die makkelijk denken over seks. Ik denk er ook makkelijk over. Ik heb laatst, was ik in een kelder. En ik wilde helemaal niet naar die kelder. Want ik had al wat gedronken. Mijn Libische vriend zei, daar beneden is wat mee te maken. Ik had voorgesteld om buiten te blijven. Mag ik mijn pet ophouden en dan mag je roken. Blowen mag je dan niet. En dat doe ik dan ook niet. Maar mijn Mohammedaanse vriend, hij is Mohammedaan. Mijn Libische vriend, die zei, ja kom op, even naar beneden. Dus, nou, ik met hem naar beneden.
En ik zat er alleen maar een beetje aan de bar te hangen met een rode wijn. En die kon ik eigenlijk al niet meer aan. Ik heb ook zo mijn limiet qua alcohol. Hij bleef maar gezellig doen. En ik maar, ja, de muziek was kut, kloten of kleren. En ik heb geleerd om muziek te waarderen. Want het is muziek. En dan kan je een beetje heen en weer hoppelen. En dan was er een meisje. En die pakte mijn handen. En die reikte haar rechterhand uit. Met de palm omhoog. De handpalm. En ik begreep het gebaar en was stom verbaasd. Ik was toen 58 en zij was 23 of zo. En een lekker ding, jongen. En ze had zo'n lange vriend en die stond erachter en die vond alles best. En ik met haar dansen. Ja. Ik denk makkelijk over seks. Geen probleem. Maar dat is gewoon eerlijke seks. De katholieke kerk, die denkt makkelijk over seks. En dat er kindjes bij kapot gaan. En een goed voorbeeld van de katholieke kerk, hoe de kerk is, dat is een zijer. Als je het boek Openbaring erbij pakt, dat wordt echt ongelooflijk studeren voor jullie, als je dit echt wil gaan controleren. De kerk is een vrouw. Daarbij wordt bedoeld de kerk. De katholieke kerk. Letterlijk staat er the woman riding the beast. Dat is precies wat je niet wil. En hij wil. Want hij heeft geen zin om kinderen naar school te brengen. En aan de zwemles. Hij is toezichthouder. Want mijn organisatie is de grootste organisatie van deze aarde. En wij zijn de toezichthouder, net als bij de Verenigde Naties. Wij kijken alleen maar hoe het gaat en willen wel poen. Maar ze zijn politiek. Het is de vereniging van kerk en staat. Die lul die je nou in beeld ziet, die helaas dood is, zodat ik hem niet meer ter verantwoording kan roepen en kan zeggen, toon berouw. Want zijn knoken die liggen ergens in een stuk modderige grond. En het is een feest voor de wormen. En de, weet je, die andere beestjes daar in de grond, die allemaal vlees eten. Maar geen feest voor mij. Want voor hem 10 anderen. En die katholieke kerk is voorlopig nog niet voorbij. En dat geef ik hem cadeau. Hij moet wel beseffen dat als op een dag die katholieke kerk weg is, te beginnen uit Nederland, die dag, dat wordt een zwart gat. En dan starten we de hele Nederlandse gebeuren opnieuw op. Hij beweert van ja, maar dat zijn allemaal criminelen. Oh, die gaan ook. Ja, die zijn er ook. Die schieten we dan gewoon dood. Als die katholieken weg zijn, dan mag iedereen gewoon een Wolter P22 zelf dragen. Ook verborgen. En als je er eentje ziet, pof, kogel erin, weg ermee. Een crimineel dan, hè? Criminaliteit hier in Nederland hebben we zo weg. Dat kunnen we zelf wel. En die viespeuk die denkt van, joh, maar jullie zijn allemaal kleine kinderen. Wij neuken jullie graag in de bibs. En dat is goed. Nee, dat is helemaal niet goed. Great chaos and confusion. Okay. It's fulfilled the world. And therefore, there's a strong desire to have them help them. This shows power. And the geopolitical power of the papacy was never more manifested than with John Paul II, the geopolitician. In fact, I would say this, and I know I'll be reproached,
He's not a theologian. He's a geopolitician. Okay, now when we come back from the sex break, I want to get into what the, again, you know... Even pauze, hoor. Dit was, oké, dat is een avenue en iets van hier. Even luisteren wat hij zei. Desire to have them help them. This shows power. And the geopolitical power... Hij zei, the geopolitical power. Nog een keer. We komen erachter hoor, de scam. Dat is wel geen enkel probleem. Luister nog een keer. Luister naar de term, the geopolitical power. There'll be a big black hole. And great chaos and confusion. Okay. It fulfills the world. And therefore, there's a strong desire to have them help them. This shows power. And the geopolitical power of the papacy was never more manifested than with John Paul. He's a geopolitician. In fact, I would say this, and I know I'll be reproached, he's not a theologian, he's a geopolitician. Okay, now when we come back from this next break, I want to get into... Ja, het kan ook zijn dat hij zei Jew in de zin van D-U-E. Okay. To what the, again, you know, the supernatural... Sure. There's a lot of weirdness around this. The attempted assassination of him in 1981, is I think. There's what they call a chillability factor in all of this. Sure. It's chilling. It is. Turning from New York is my guest tonight, Malachy Martin. He is the author of numerous books. We're talking tonight about The Keys of This Blood as well as his latest novel. It's a novel, Windswept House, which we're going to talk about in the last segment of the program. And Okay, ik stop hem even, want ik ben alweer tegen het uur aan. Het is niet nodig om mensen te besturen. Het is nodig om mensen gerust te stellen en te vertellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Tenzij ze zondigen tegen de Heilige Geest. Want dan ga je dood. Dat is de metafysische waarheid. Gebaseerd op het werk van Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger en Søren Kierkegaard ook. Zelfs Jean-Paul Sartre kan je er nog bij halen. Wij hebben geen leiding nodig. En zeker niet van een organisatie die alleen maar bezig is om ongelooflijk veel stenen op elkaar te stapelen en een rare akoestieken te maken en verdwaalde meisjes vooral helemaal gek te laten worden. Ik was gisteravond in een kroeg, een danstent, en die naam mag ik noemen, want het is zo'n leuke naam. Die tent heet Feestbeest. Je kan hem wel vinden met Google Maps. Die vrouwen die gingen allemaal uit een dak. Ik was daar met een vrouw. Ik had al wat gedronken. Ik heb niet gedanst. Ik heb daar een biertje gedronken en het smaakte nergens naar. En ik zei tegen die vrouw waarmee ik daar was, mijn bier smaakt niet meer. Het was ook in een plastic bekertje. Ook zo vernederend. Ik ben ook zo stom. Waarom mag je buiten je bier niet drinken in een glas? Ja, want nu kan je gebruiken als wapen. Ja. Mijn eikelman. Je moest eens weten wat voor een ruzie ik heb gehad met mensen. Ja, mensen die ruzie gingen maken met mij. Alleen omdat ik wat zei. Dus zo dadelijk mag je alleen naar de kroeg met een stuk duct tape om je mond. Je mag wel binnenkomen, maar wel je bek houden. Ja, want we vertrouwen niemand meer. En dan de politie allemaal op straat en... Allemaal van die mobiel dingetjes en dan lekker met elkaar kletsen. Een soort social network onder de politie. Oh,
is het bij jou ook allemaal nog veilig, want we moeten de burgers veilig houden. Dat moet je helemaal niet doen. Als de burgers zijn die dom zijn en die een beetje een kroeggevecht aangaan, die moet je gewoon laten rammen. En nee, we gaan geen ambulance bellen, dat regelt hij zelf maar. En anders laat je hem maar liggen. Ja, laat je hem gewoon liggen. Hij staat alweer een keer op, of niet? Dan wordt alles rustig. Ik wil geen argon. Ik wil geen heerser, ook al is het een heerser die er voor 500 miljoen doden van ons heeft gezorgd, al die oorlogen heeft veroorzaakt en de financiële systeem in handen heeft en zegt, joep, hot chick, hot chick, hot chick, hot chick, hot chick. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik ben geen dier. Ik ben een mens. Ik existeer. Een dier. Dieren hebben een bepaalde mate van existentie. Planten niet. Planten ontwikkelen zich helemaal niet. En dieren een beetje. Van die oude honden en die hebben een geheugen. Of een paard. En die was vroeger was het een dom paard en tegenwoordig is het een slim paard. Of een hond of een kat. Maar ze existeren niet echt. En God al helemaal niet. Want God is onfeilbaar. Daar ga ik het zo dadelijk over hebben. Want deze man gaat nog veel meer vocale porno lopen uiten. Dat je het even weet. Alleen maar voor de lol. Snap je? Dus ik ga even terug naar waar ik was. En ik ga tegen jullie zeggen... op zijn hamburgers. Tjus. En dag, lievers.